Dit zijn de ingewanden van de PSV-bolide die gaat rijden in de Super League Formula. Hij werd aangeleverd als een bouwpakket en wordt nu minutieus in elkaar gezet op weg naar de laatste test in Barcelona de komende dagen. We zijn te gast bij Azerti Race Automotive in België, waar Wim Koekelbergs de leiding heeft over het PSV-team. Wij halen onze informatie in eerste instantie vandaan, zoals de auto toegekomen was, zijn er dus eigenlijk gewoon het bodywerk. En dan de tweede is er een prototype die de Super League Formula heeft gebouwd en ook getest. Daar zijn we naartoe gegaan. We hebben heel veel foto's ervan genomen. In detail gaan bekijken. Ook daar de plus- en de minpunten bekijken. Hoe hebben zij dat gedaan? Wat is goed? Wat vinden wij niet goed? Of wat kunnen wij eventueel verbeteren? En ja, dan zijn we zo aan de hand van een prikbord eigenlijk de auto eigenlijk beginnen opbouwen. En dat ziet er dan zo uit in de werkplaats. Jelmer Buurman is degene die gaat testrijden in de PSV-bolide. En hij kijkt enthousiast uit naar zijn eerste kennismaking met de auto. 750 pk, ik geloof dat de auto 680 kilo weegt, exclusief rijder. Dus zullen we op 750 kilo uitkomen als ik erin zit. Dus dat is een hele goede vermogen-gewichtsverhouding. Dus het zal een hele snelle auto zijn op het circuit. Maar ja, we zullen zien. Wanneer is nou zo'n test geslaagd? Ik denk als we niet te veel problemen hebben en wat dingen kunnen leren, genoeg rondes kunnen rijden, zeg maar, dan is het al geslaagd. En wanneer is het voor jou persoonlijk geslaagd? Als je na zo'n test kunt zeggen van, hey, ik heb er een goed gevoel bij, dus misschien kan het wel wat worden met die PSV-auto en het team en mij? Ja, het is gewoon, kijk wat ik al zei, dat die auto is nieuw, dus dat is gewoon in het begin heel erg lastig. En als het dan allemaal draait en het gaat goed en ik heb er een goed gevoel achteraf over, dan dat is wat ik hoop dat er gebeurt. De laatste draadjes, de laatste schroefjes. En dan gaat de auto in een enorme vrachtwagen op weg naar Spanje. Een vrachtauto die werd overgenomen van het Formule 1 team van Williams. Maar de Super League Formula is heel anders dan de Formule 1. Het racen wordt spectaculairder omdat de wagens in principe veel meer aan elkaar gewaagd zijn. En dus komt het, zoals het vaak in sport zit, aan op de kwaliteiten van de coureur? Degene met de beste coureur wint? Is dat even heel simplistisch gedacht? Dat is heel simplistisch. Dat heeft er uiteraard ook mee te maken, maar het is als voetbal. Het is het beste team dat gaat winnen. En het team is uiteraard van heel erg belang dat er een goede coureur in de wagen zit. Maar de technische staf is ook heel belangrijk, want zij gaan toch samen met de coureur eigenlijk de auto afstellen of maken zoals dat hij hem graag heeft. Of zij, als er een vrouwelijke coureur achter stuur zit, hetgeen dat uiteraard ook zou kunnen. Maar het is echt een teamjob. En de spirit zit er ook in de zin van, team moet ook vrienden van elkaar worden, want zij moeten voor elkaar door het vuur gaan. En dat is wel belangrijk om dan de juiste mensen, de juiste karakters bij elkaar te plaatsen, net zoals op voetbal. It's football, isn't it? En de monteurs van de auto kijken in elk geval naar voetbal.